Goedenavond, mijn naam is Jennifer Munslag en wat fijn dat jullie weer kijken naar Uncovering Creatives. Vandaag is het Show Your Story. Ik heb weer creatives, want de stad bruist van creatievelingen die maken, die doen op gebied van film, verhalen, van alles. Fashion, noem het op, we got it. En het fijne is dat ik ze hier aan tafel mag hebben, twee. Daar en daar, links en rechts, handen vol. En ik mag ze van alles vragen. Hoe gaan zij om met hun creativiteit? Waar komt het eigenlijk vandaan? Waar kom je tegen allemaal? Waar ga je naartoe? Genoeg vragen, genoeg hele toffe dingen. En jullie kijken natuurlijk met me mee. Dat vind ik hartstikke fijn. Want ik heb vandaag... Ik vind het spannend. Ik vind het heel leuk. Ik zit al de hele tijd zo van... Jen, al die enthousiasme. Probeer het zo duidelijk mogelijk te bundelen. Want ik heb... in mijn hoofd ervan gemaakt, ik heb storytellers aan tafel. Jullie zijn namelijk heel erg je verhaal aan het vertellen, geheel op eigen wijze en daarbinnen steeds jezelf innoveren, maar wel heel duidelijk een handtekening. Ja, maar wie heb ik het? Ik ga je voorstellen. Ik heb namelijk onder andere illustrator Timo Kelder aan tafel zitten. Hallo. Hi. Hoe gaat-ie? Goed. Lekker. Zenuwachtig. Ja? Ja. Ja, dat is goed. De eerste minuut mag je gezonde zenuwen hebben. En daarna ben je ze, als het goed is, kwijt. Geef me aan mij, hou ik ze vast, krijg je ze na de show terug. En daar tegenover zit Tika Masvaar. En ik kan zeggen spoken word artist, maar ik kan ook zeggen creative. Jij bent gewoon een creatieve maker die verhalen vertelt, denk ik. Yes, sir. Onder andere. Onder andere. Want je doet heel veel. Ja, ja, zeker. Je bent gewoon een slashy. Ja, oh, ik ben... Ja. Yeah. Where are you going? Nee, slashy. Fine. Okay. Gaat goed? Ja. Heb ja. je er zin in? Ja, ik heb er heel erg zin in. Ik vind het heel leuk om hier bij jou aan tafel te zitten tegenover Timo. Ik ben ook een beetje zenuwachtig, maar ook gewoon enthousiaste jibbers. Oké, we zijn allemaal enthousiast, heel klein beetje zenuwachtig. Jullie op de bank mogen met ons meedoen, met een klein beetje zenuwachtig zijn. Omdat het gewoon weer een hele fantastische, leuke, gezellige episode wordt. Timo, ik ga bij jou beginnen, gewoon om die zenuwen eruit te halen. Zeker. En het fijne is, het gaat over jou. Dus als het goed is, weet jij daar het fijne van. En zijn die zenuwen eigenlijk helemaal niet nodig. Jij bent een illustrator, als ik er een stempel op mag pakken. En je hebt een hele eigen kenbare stijl. Volgens mij als je dat ziet en je kent je werk. Want nu, toen ik het van je hoor, dacht ik... Oh, dat heb ik wel eens gezien. Ja. En dat is super nice, right? Mm-hmm. Denk ik dan, om je eigen jeu te hebben. Ja, zeker. Ik denk dat ik best wel herkenbare, gestileerde, geabstraheerde figuren maak. Mm-hmm. En ik heb een beetje een grafische achtergrond eigenlijk. Dus ik ben 7 jaar grafisch ontwerper geweest. En zeker in het begin paste ik dat ook wel een beetje toe toen ik die switch maakte naar illustratie. Ja. Dus heel erg die geometrische vormen en vectorvormen die terugkwamen in illustraties. Dat gaf me ook een beetje houvast, denk ik. Maar nu probeer ik dat eigenlijk steeds meer los te laten ook wel. Dus wat meer omarmen van textuur en meer handgetekend. Okay. En nu ben ik ook een beetje aan het schilderen, waar ik super excited over ben. En dus ja, juist weer wat verder van het digitale af, zeg maar. Ja, ik breng de digitale. Dat was de basis waar het begon eigenlijk. Ja. Maar dan wil ik nog verder terug. Waar was het eigenlijk dat jij wist, en misschien was het op jonge leeftijd, of inderdaad nadat je zei, ik wil van het digitale af, ik wil toch meer in mijn pols gaan zitten, dat jij wist, deze pen, deze potlood, dit gaat het voor me doen, nu de komende jaren. Dat is niet iets wat ik eigenlijk altijd al wist. Sommige mensen zeggen, ja, ik tekende heel veel en ik wist dat ik altijd kunstenaar of illustrator wilde worden. Mm-hmm. Dat wel? Dat had ik niet, per se. Maar ik tekende wel veel als kind. Ook een tijdje denk ik weer een beetje losgelaten. Ook omdat de tekenleraar op de middelbare school echt een eikel was. Hij moest alleen maar perspectief tekenen en zo met zijn dwijnpunten. En dat vond ik zo saai. En dat haalde echt de hele soul uit dingen. Maar ja, ik ging wel websites maken en dingen. En logotjes en voor kennissen van mijn ouders. En toen zag ik, oh ja, hier kan ik wel wat mee. En dat vind ik super tof om te doen. Mm-hmm. En toen heb ik communicatie en multimedia design gestudeerd in Breda. En daarna ben ik eigenlijk aan de slag gegaan als grafisch ontwerper. En ook letterontwerper. Dus ik heb ook lettertypes gemaakt. Ja, vet. Onder de naam Regular Bold Italic. En op een gegeven moment... Na 7 jaar of zo heb ik de switch gemaakt naar meer illustratiewerk. Omdat ik toch meer mijn eigen verhaal wilde vertellen. En
Ja, niet van in opdracht, zeg maar. Nee, niet alleen maar in opdracht. Ja, want ik doe nog steeds veel dingen in opdracht. Ik wou net zeggen, ja. Je hebt de hele mooie namen onder jouw opdrachtgevers zitten. Ja, zeker. Ik wil niet omscheppen, maar volgens mij is het best wel een droom van velen om bijvoorbeeld in de New York Times te worden gepubliceerd of weet ik veel, Bijenkorf, Facebook. Gewoon namen waarvan je zegt, doe maar. Ja, zeker. En vooral die meer editorial klanten zoals New York Times of New Yorker, Guardian. Ja, dat zijn wel echt mooie namen. En het zijn ook de namen die ik meestal het eerste noem, zeg maar. Ja. En ja, er zit wel een soort van prestige aan verbonden. Maar ik werk ook veel voor techklanten, dus Google's en Facebook en dat soort dingen. Nice. En voor jou het kantelpunt, zeg maar, hè, van grafisch ontwerper, nadat je zei, oké, ik wil mijn eigen story gaan vertellen. Kan je ons een beetje daarin meenemen? Hoe ging dat voor jou? Was er iets specifieks waardoor je zei, 7 jaar... Dan moet je gewoon weer opnieuw beginnen. Ik heb alle 7 chakras hierin gehad. Ja, ze zeggen natuurlijk al die 7-year itch. Maar dat was niet, denk ik, iets heel specifieks. Maar wel gewoon dat ik voelde dat ik een beetje uitgespeeld was, zeg maar. Dus ik zat vaak op locatie, veel bureaus in Amsterdam, gewoon websites te maken in opdracht. Mm-hmm. Of websites te ontwerpen en logo's te ontwerpen. En ja, het was gewoon tijd voor iets nieuws, denk ik. Nice. En daarbinnen, hè? Want was het eigenlijk... Kijk, ik ga even nu alvast deze pakken. Dit is... De mensen thuis die zien natuurlijk ook op beeld heel veel tekeningen en werken van jou. Maar dit is... Ik weet gewoon, dit ben jij. Ik vind ook heel tof. Ik ben ook een beetje aan het opscheppen dat ik je boek heb tegelijkertijd. Maar die stijl die zo kenmerkend is, hè? Waar was het voor jou duidelijk dat je zei, ik hou dit vast? Want soms kan het zijn dat je een stijl maakt, leuk, en dan wil je iets nieuws proberen. Maar this is you. Hiervoor word je natuurlijk ook door heel veel mensen benaderd. Ja, maar die stijl die begint niet van de een op de andere dag, zeg maar. Dus het is vooral heel veel maken en heel veel doen. Mm. En ik had gewoon ook een beetje het geluk, denk ik, dat ik al een netwerk had van klanten en mensen die me inhuurden voor grafisch werk of designwerk. Ja, door dat achtergrondje in de grafische wereld inderdaad. En daardoor kreeg ik ook gewoon best wel snel al, toen ik die switch maakte, kreeg ik ook opdrachtjes als illustrator. Mm-hmm. En dan ben je super hyped. En dan als het door blijft rollen, ja, dan ga je gewoon door. En wat was een van je eerste opdrachten, als je terugdenkt, waarvan je denkt, oh ja, toen daar werd ik zo hyper van, gewoon het idee alleen al. Als je eentje Ik denk vooral een kleine klant van me. Dat is een miscellaneous store in Amsterdam. Mm-hmm. Die hebben een soort van stationary winkel in, volgens mij, de Klerkstraat. In ieder geval in West. En die hadden best wel snel, zeg maar, dat vertrouwen in me. Die lieten me gewoon los. En die kon ik gewoon maken wat ik wilde. En ik vond hun store heel vet en hun stijl. En je snapt gewoon dat die mensen aesthetics hebben, zeg maar. Mm-hmm. En dat vond ik heel leuk. Maar ook redelijk snel daarna werd ik gevraagd voor WeTransfer om een dingetje op mijn website te maken. Het was echt gewoon zo'n heel klein cirkeltje terwijl je dingen uploadt, zeg maar, in je bestand. Maar ja, dat was wel meteen dan, zeg maar, een grote naam. En toen, ja, dat is tof dan. Ja, en via dat, nou ja, ziet de wereld je, hoort de wereld jou. Maar hoe ga je dan om met verschillende opdrachtgevers die allemaal jouw handtekening willen, maar het moet wel hun eigen look hebben? Ja, dat is soms best wel lastig. Ja, ik kan me voorstellen. Je wil ook niet te veel jezelf loslaten, zeg maar. Mm-hmm. Maar soms word je inderdaad meer gevraagd om een soort van stijlontwikkeling voor de klant. Dus dan, hoe gaan we om met lijnvoering? En hoe gaan we om met kleuren? En hoe kunnen we, zeg maar, het is toch mijn ding, maar er zit een kleine twist aan, zeg maar. Mm-hmm. Zodat het passend wordt voor hun brand, hun brand identity. En ja, dat is soms ook vaak de beginfase van zo'n project. Dus deels de metaforen voor hun, wat ze willen communiceren. Zoals een klant, En dan daarna stijlontwikkeling van, hey, hoe maken we dit eigen zodat het past bij jullie? En zodat het niet hetzelfde eruit ziet als mijn boek of zo, zeg maar. Juist, precies, dat je het wel nog jullie eigen dingen hebt. En heb je daarbij ook misschien een checklist voor jezelf in je hoofd of letterlijk of figuurlijk, waarvan je zegt, oké, maar dit zijn de dingen die ik absoluut niet doe. Dit zijn kleuren die ik bijvoorbeeld niet gebruik, stijlen die ik niet gebruik of wel gebruik, juist alleen maar. In de beginfase weet je dat vaak nog niet. Dus dat is een beetje een gokje soms. Maar er zijn heus wel dingen. Maar ja, voor een klant blijft het gewoon designwerk. Het is niet autonoom werk. Dus als ze per se die kleur erin willen, dan uiteindelijk ga ik overstag.
Ja. Het is niet anders. Fine, have your green. Ew. Nee. Ja, precies. Maar vaak kan je ze wel overtuigen. Ze huren jou ook in voor jouw voice, zeg maar. Dus ja, als je echt super anti tegen iets bent, dan kan je dat meestal wel. Kan je meestal de klanten overtuigen van, hey, misschien kunnen we het zo doen, want het ziet er beter uit naar mijn idee. Ja, nou ja, inderdaad, niet vergeten, zij hebben jou gevraagd. En jij kan natuurlijk ook altijd zeggen, als het veel te ver van je afstaat, nou ja, dat doe ik niet, want dat ben ik niet. Ja, maar natuurlijk, ik werk bijvoorbeeld voor Google, maar ook voor Facebook. En in principe zijn dat, denk ik, een soort van concurrent van elkaar. Mm-hmm. Maar vaak ligt dat toch wel ver genoeg van elkaar af door kleurenpalet, door lijnvoering, door kleine tweaks die we doen. Ja. En heb jij nog, want hè, als ik alleen maar, misschien lijk ik helemaal gefixeerd op je cv met al die vette namen, maar heb jij een bucketlist nog? Waarvan je zegt, oh ja, voor dat winkeltje, voor dit merk, daar zou ik zo graag mee willen samenwerken. Ik zou Appartamento, een magazine, zou ik wel graag willen werken. Mm-hmm. Een heel mooi magazine. Maar ja, verder, ik heb ook best wel veel van mijn bucketlist al afgewerkt. Ja, nice. Klinkt nice. Heel arrogant, maar nee. Nee, is nice. Ja. Ja. Tof. En wat maakt het bijvoorbeeld, dat Appartamento, dat je daarvan zegt, ja, daar zou ik nog graag mijn handtekening op willen hebben? Ja, het is gewoon iets wat ik zelf lees en waar ik zelf excited over ben om te lezen. En ook hun keuze in fotografen en illustratoren die ze hebben, die is gewoon top-notch, zeg maar. Dus dat is mooi om daar dan tussen te staan. Nou, bij deze een oproep. Toch, if you're watching. You never know, you never know. Maar ook bijvoorbeeld een albumcover, of dat is wel gewoon altijd het hoogste doel of zo. Ja, dat wil je gewoon. Toch? Ja. Vooral vinyl. Hoe groter, hoe beter. Absoluut. Ja. Hoe groter, hoe beter. Geldt dat voor je werk? Nee, niet helemaal. Maar ik vind nou ook veel aan het schilderen. En dan begin je gewoon op een A3'tje. En ben ik eerst met gouache aan het werken. Nu ben ik veel acryl aan het doen. En dan maak ik voor het eerst een doek van 1 meter bij 70 centimeter of zo. En dat is dan al groot voor me. Maar ja, daar word je gewoon echt blij van. Om dat gewoon groter te zien. En het wordt steeds echter, zeg maar. Waar voorheen nog alles in mijn computer leefde. En op mijn scherm. Is dat nu allemaal meer wordt op papier? Op papier, of canvas. Op canvas, op doek. En ja, dat is gewoon leuk om mee te spelen. Mooi, dat is gewoon zo'n treat for your eyes, is dat gewoon. Ja, gewoon die kleuren. En het is gewoon heel anders. Het heeft textuur en je kan het aanraken. En nice. Dus het klinkt allemaal heel cliché, maar het doet gewoon veel met me. Maar dat is ook bijvoorbeeld die klus voor de Bijenkorf. Mm-hmm. Waar we misschien zo over gaan hebben. Maar dat was voor mij ook, dat vertaalde zich dan van een scherm naar een etalage. Juist, neem ons even daarin mee, inderdaad. Jij maakt een schets, je hebt een idee, Bijenkorf, jullie zijn eruit. En dan ga je van de computer naar dit, naar een etalage, Bijenkorf etalage wel te staan. Waar mensen voorbij lopen, het is levensgroot. Ja, want de Bijenkorf bestond dus 150 jaar, vorig jaar. En ze hebben mij gevraagd om die jubileum etalage te maken. En het waren er 7 naast elkaar. Vet. En die 7 vertelden eigenlijk de historie van de Bijenkorf. Alle 7? Ja, dus allemaal naast elkaar in Amsterdam. En in elke stad in Nederland. Dus ze hebben niet allemaal 7. Maar nee, maar de ene winkel heeft er 4 en de andere winkel heeft er. En Maastricht heeft er maar 1 of zo. Maar goed. Die vertelden dus de historie van de Bijenkorf. Maar daardoor ook deels van hoe van de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Nederland. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld de eerste roltrap was in de Bijenkorf in Den Haag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er was ook een Joodse oprichter volgens mij van de Bijenkorf. En er zijn ook veel mensen gedeporteerd, werknemers. Maar ook, ze moesten na de Tweede Wereldoorlog was er best wel veel schaarste. Mm-hmm. Ze moesten met minimale middelen alsnog een verhaal vertellen. En dat deden ze heel goed met lapjes stof. En daar maakten ze een heel sprookje mee. En dat trok heel veel bezoekers. En ja, dat is ook een beetje voor mij wat die etalages van de Bijenkorf zo speciaal maakt. Ze hebben best wel een goede reputatie van. Absoluut. Wij maken een etalage en dat is bijna een tentoonstelling. Dus dat was heel tof voor mij om daar dan, dat ze mij vroegen om dat te doen. En om dan met een etaleur te werken van, er moeten ook mannequins tussen staan. Mm-hmm. En product en dingen worden belicht. En hoe groot moeten dingen worden? En ja, dat was gewoon helemaal een nieuw ding. En daardoor ook een uitdaging. Ja, wat ik net zeggen, voelde je werk daardoor ook weer anders aan? Ja, zeker. Dat is toch tof? En ja, ook om het dan helemaal, zeg maar, een karakter helemaal uitgeknipt te zien en van karton. Maar dat levert dan ook bijvoorbeeld weer limitaties op. Want, zoals? We wilden bijvoorbeeld ook de zijkant van het karakter ook mooi zwart hebben, zodat mijn lijnvoering mooi door zou lopen. Ja. Maar dat is dan wat voor brandgevaar of zo. Want dat wordt dan met plastic gedaan en dat kon uiteindelijk niet.
Oké. Okay. Anders moest het ook duurzaam zijn. Ja, okay, uiteraard. Oh ja. Oh ja. Ja, nee, dan eerst denk ik, hè. En dan, oh ja. Ah, tof. Dus je komt achter zo van, oh ja, dit kan dan weer wel, dit kan dan weer niet. En in die end staat het daar. En hoe ging je daarmee om? Ging je zelf een keertje langs? Selfies maken? Hoe heb je dat gevierd voor jezelf? Zeker. Er was ook een kleine opening, maar... Ja, het was dus wel in het coronajaar. Dus volgens mij was het nog net voordat alles op slot ging. Was er een soort van press event. Waar de pers kwam en waar ik een kleine introductie deed over de etalages. En ja, hier sta ik er zelf voor. En deze vertelt bijvoorbeeld het verhaal meer over de ruimte die de Bijenkorf geeft aan kunstenaars. Dus ze hebben ook de Room on the Roof en de Bijenkorf in Amsterdam. Dat is het kleine torentje bovenop. En dat is een soort van art residency. Die valt nou net buiten beeld. Maar dit ging dus meer over de kunstenaars en ja, de mensen die de etalages maken. En nu behoor jij tot een van die mensen die daar... Ja, dat is al die tof. Zeven. Ja. Dat is toch vet nice? Ja, zeker. Good. Nou ja, het enige wat daar het kan toppen is een eigen boek. Ja. Of niet? Zeker. Eerder dit jaar is die uitgekomen. En heel persoonlijk? Ja, mijn meest persoonlijke werk ooit, denk ik. Ja, Until One Sunday We Didn't. Meest persoonlijke werk. Kan je ons een beetje meenemen naar dit boek? Ja, het boek gaat over mijn vader. En die is bipolair. En het gaat over ja, hoe hij van op de ene op de andere dag veranderde. Zijn persoonlijkheid. En hoe het voor mij was om op te groeien met een vader die een bipolaire stoornis heeft. Ja, dat was voor mij een verhaal wat ik graag wilde vertellen. Maar het boek heeft me ook gedwongen om daar zeg maar dieper in te duiken. En mijn emoties en mijn herinneringen op te schrijven. En om ook mijn gevoelens van me af te tekenen. Mm-hmm. Een soort van therapie. Eigenlijk wel, ja. Ja. Nice. En ja, Jasmin Dikkeboom die heeft me geholpen met de teksten wat poëtisch te maken. Want ik ben geen schrijver. Ik ben tekenaar. En dat, ja, hier hangt het boek aan de muur bijvoorbeeld. Dus ja, nog tijdens de editfase dat we gewoon dat hele alle dingen uitprinten. En wat moet eruit, wat moet erin, welke dingen moeten achter elkaar. En aan de rechterkant zijn we het aan het inpakken terwijl het af is. Met mijn vrouw. En, kijk, ja, high five. Ja, zeker. Klaar. Ja, ik heb het dus ook zelf published. Dus ik ben ze allemaal zelf op maat gaan uitsturen. En ja, dat is ook leuk. Ja, is iets waar je ontzettend trots op mag zijn. Maar ja, zoals ik al zei, het is heel persoonlijk. Het is super. Hoe zorg je... Nou ja, waar heb jij op een gegeven moment dat vertaling gemaakt? Hè? Dit is een persoonlijk ding voor jou. Dit ga je delen met de wereld. Dus je wilt natuurlijk wel dat met care wordt ontvangen. Zeker. Waar wist je, oké, zo ga ik het moeten vertalen? Of hoe wist je, deze schrijver moet ik hebben die de verhalen goed kan zeggen? Hoe ging je daarmee om? Ja, het is wel echt mijn eigen verhaal. Dus ik heb het ook eigenlijk wel zelf geschreven. Alleen Jasmin Dikkeboom is gewoon een goede vriendin van me. En zij kan heel goed creatief schrijven. Okay. En ze heeft zelf ook best wel zitten dealen met haar moeder is overleden en met het rouwen. En dit was voor mij ook zo'n soort project om daar zeg maar mee te dealen. En ja, dat was gewoon heel persoonlijk. Dus het was ook gewoon gesprekken met haar en samen huilen. En, gewoon samen echt er doorheen gaan. En dan heb je nu je boek, eigen beheer. Hoe was het toen hij voor jou, toen hij af was? Is dat dan meteen uitadem? Of gaat er eigenlijk, want dan pas gaat hij. Ja, ik was eigenlijk best wel chagrijnig. Omdat, dat was een beetje een anticlimax, omdat het weer in die pandemie was. Ja, dus je kan niet een grote... Nee, er was geen boeklaunch, zeg maar. En misschien komt dat nog. Ja, you never know. Maar ik krijg wel heel veel toffe reacties van mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Dus die zelf een vader of moeder hebben die bipolair is. Of zelf bipolair zijn, of een broer of zus. En die dus heel veel herkenning zien. En me daarvoor bedanken. En dat is super waardevol voor me. Ja. Ja. Want hou je... dit is jouw verhaal. Ja. Dus ik snap het. En dat wil ik ook echt benadrukken. Juist. Het is mijn verhaal. Ik weet niet hoe iemand met een bipolaire stoornis zich voelt. Het is meer mijn ding. Hoe ik... Hoe jij ermee om bent gegaan. En hoe jij het vertaalt. En als ik dat dan weer link aan opdrachten die jij maakt. Voor welke brand dan ook. Of tekeningen of werken die jij überhaupt maakt en de wereld instuurt. Hou jij heel veel rekening met de mensen die hem gaan ontvangen als je maakt? Of maak je en dan zie je wel hoe wij het... In dit geval was het gewoon mijn eigen ding. Dus het is heel erg voor mezelf om daarmee te dealen. En het
was ook iets waar ik me eigenlijk best voor schaamde toen ik kind was, zeg maar. Dat er wat geks was, dat er thuis niet alles helemaal normaal was. Ja. En zeker mijn ouders dealden daar ook wel mee door veel te drinken. En dat, ja, dat is niet altijd even leuk. Dus ik nam mijn vrienden meteen mee naar boven om te gaan gamen. En ik sluit ze weer naar buiten. Avoid die shit. En gewoon ook dus daar weinig over praten. En juist door het maken van zoiets praat ik er nou makkelijker over. Ja. Mag ik vragen hoe jouw vader reageerde? Ja, die is echt super enthousiast erover. Ja. Echt? Maar ging je het pas vertellen toen het af was? Of nee, van, hey, ik papa, heb wel één keer doen. Daarvoor een soort van een paar schetsen laten zien. En er waren echt gewoon 3 tekeningen en 2 regeltjes tekst, zeg maar. Van, hey, ik ben het aan het doen. Vind je beide helemaal oké mee? Hij zei, ja, doe dat. Ja. En, maar zeker toen het af was... hij was zo enthousiast en hij stuurt me nog steeds elke week bijna een mail van... oh, ik heb nou dit gedaan. En het is ook in het Engels. Dus Engels is niet super goed, maar hij heeft het dus helemaal zelf vertaald. En ook vertaald voor mijn opa. Vet. Wow, my God. Dat is superleuk. Ja. Greatness. Ja, heel vet. Thank you. Ik ga even naar Tika, die er ook al inderdaad bij wil. En we komen zo meteen terug, want dan ga ik jullie samenvoegen. Maar hoi. Hi. How are you? Good, good. Ja, ik ben echt heerlijk aan het luisteren. Ja, inderdaad. Dit is helemaal up your lane. Jij houdt hiervan. Ja, ik hou hiervan. Dat weet ik. Want we gaan vooral niet doen alsof ik jou niet ken. Ik ken jou persoonlijk al jaren. En ik weet daardoor dus dat jij heel veel doet. Mm-hmm. Je bent creatief, je schrijft, je maakt ook fotografie. Je bent altijd bezig met verhalen vertellen op vele manieren. Mm-hmm. En nu, gaan we een paar aanraken. Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld dat jij al heel lang schrijft. Ja. Maar waar begon het vooral voor jou? Als je zegt, oké, dit was wel echt... het ontstaan van artistica, Tika de Schrijver. Tika de Schrijver, ja. Nou, ik schrijf sinds mijn 9e. En ik had toen een boekje gekregen van mijn leraar toen in groep 6. En die zei, wauw, hier is een schriftje, ga maar schrijven. En die zat vol, dus ik was nooit gestopt met schrijven. Maar ik was altijd in de veronderstelling dat... als ik schrijf, dan kan jij dat ook. Want het is niet speciaal. Mm-hmm. En toen... deed ik Engels op de UvA. En daarvoor had ik HBO gedaan. En toen zat er een man van 90 zat bij mij in de klas. En die werd heel erg boos. Want die zei, en schrijven is een talent. En het is heel erg speciaal dat je het kan. Je moet niet zo... alsof het niets zo laks is. Ja, ja. Erover doen. Maar echt boos was hij. En toen dacht ik, oké, calm down. En, maar het deed wel wat met je, dat hij dat deed daar, of ja, nog niet? Ja, 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 maar eerder van, oh, oké. Okay. Ja. als niemand dat zoiets tegen je zegt of zo, weet je wel. Dus ik wist ook niet wat ik ermee moest. En toen had ik een pakketje gedicht had ik aan mijn literatuurwetenschap lerares gegeven. En zij, ik had het gewoon aan haar gegeven. Ik zei, oh ja, ik schrijf ook. En toen... dacht ik, ja, whatever. En ik had verwacht dat ik de rode strepen doorheen zou krijgen of zo, weet je wel. En, ze kwam terug met een 6-pages essay over jouw werk. Over het werk wat ik had ingeleverd. Het waren iets van 30 gedichten en verdeeld. Maar heb je die dan random ingeleverd of was dit een opdracht? Nee, ik had het random. Ik had het gewoon. Oké, cool. En wat zei zij dan in die essay? Ja, do this. Is this your calling? Nee, niet do this. Maar ze ging het gewoon helemaal analyseren over hoe ik mijn woorden gebruik en wat voor stijl het was. En ze had een hele coherency gevonden tussen mijn poetry. En gewoon een must for uses. En toen dacht ik. Net wie? Ja. En toen dacht ik, oké. En toen had ik dat gekregen van haar. En toen zei ik, vroeg ik aan haar van, oké, dus het is niet crap. Nee, definitely geen crap. It's crap. So I quit school. Echt? Nee, maar I did, ja. Maar het was maar niet omdat zij dat zei. Oké. Okay. I'm a writer now. Ik ga van school af. Dat is echt... dat is major cocky, toch? Nee, ik had... Ik vond naar school gaan, vond ik
niet leuk. Ja. Weet je? En terwijl ik schreef, ging ik het analyseren. Oh, hier gebruik ik een Anja-moment. Oh, ik gebruik dit heel vaak. Terwijl het wokte met mijn creative process. En toen was ik met de decaan gaan praten. En die zei tegen mij, ja, maar everybody who is here wants to be here. En toen dacht ik, nee, het is ook niet waar. Dat is niet waar. Mensen gaan naar school omdat dat moet. Dat moet, ja. En niet omdat zij dat willen. Dat was mijn beweegreden. En toen hij ging me echt overtuigen van nee, echt al deze leerlingen die hebben dit gekozen omdat ze dit willen leren en hier willen zijn. En dus basically, als je hier niet wil zijn, hoeft het niet. En toen dacht jij, ik precies. wil hier niet zijn, dus I quit. Ja, dus nou ja, hij zei, ja, je kan het halen, maar waarom zou je? En toen dacht ik echt, wow, blasphemy. Toen was ik gestopt. That day ben ik gestopt, ja. En wat, ben je toen gaan werken aan Make From Scrap? Of sla ik een heel groot stuk over? Nee, toen... Ja, nee, ik was gestopt en ik had het idee om een boek uit te brengen. En, want ik had gewoon een stapel aan gedichten. Ja, werken, schrijfstels. 2006, ja. Jij gaat een boek uitbrengen. 2006, hallo. En toen nog 2005 was ik gestopt. En ja, en ik wilde... ik wilde ook niet wachten op uitgevers, want dat proces duurde te lang. En ik wist niet waar of hoe ik zou moeten beginnen. Weet je wel, ik dacht, ik wil dit gewoon maken. En het ging echt vanaf day one dat ik dat wilde. En ging brainstormen met vriendinnen of whatever. Ja. Ging het allemaal smooth sailing. Het idee was er. Ja. We gaan dit doen. Ik ga een broek maken. Is overigens uitgekomen. Made from scrap. En dat is gewoon van idee naar storyboard, naar uitgeven zelf. Nou, niet eens een storyboard. Want dat vond ik zo leuk van Made from scrap. Ik hoefde. Alles was impulsief eraan. Dus ik wilde gewoon alles wat er was. Heb ik bijna zat een logica in voor mij. Ja. En ik was ook, ik was toen in de bitterzoet. maar dat is zo gek, want in de bitterzoete kwam ik, daar was ik Sander Lanen was ik tegengekomen. Mm-hmm. En dus ik zei, oh, ben je, ik weet niet, volgens mij had hij nog een lame comment gegeven. En ik zei, oh ja. Weet ik veel, we raakten in gesprek en hij bleek vormgever te zijn. Ik zei, oh, ik wil een boek uitbrengen. En zei hij, oh, nou, zullen we hem maken? Oké, ja, is goed. En toen, that's it. Ja, en that's it. En ook de mensen, iedereen die ik ben tegengekomen in dit boek... en die met dit boek te maken hebben... is allemaal smooth sailing gaan. Heerlijk. Ja, ja. Kudos to you. Ja, ja, was echt... Timo, had je ook zo'n smooth sailing? Met het boek? Ja. Want het is natuurlijk wel een boek. Het zijn jouw stories, jouw verwerken van. Dus misschien een ander, maar wel dat je het maakproces. Ja, toen het bijna af was, heb ik ook wel wat uitgevers benaderd. Maar zonder succes. Dus toen ook maar zelf gedaan. Maar dat ging gewoon lekker, want het verkoopt goed. Het verkoopt goed, ja. Bam, ik had uitgevers. Er 700 en ik heb er 400 verkocht. Dus je hebt er nog een paar? Ik heb er nog wel een paar, ja. Voor de mensen die kijken. Ik zeg niks, maar... Het zou leuk zijn als hij bij een winkel komt te liggen, maar... Toch? Ja, man. Kan gewoon. Ja. Sorry. Ja, nee, maakt niet uit. Oké, Made from Scrap is er. En dan heb je een boek uitgegeven. Je bent gestopt met school. Ja, het was een boek met een cd. En daaraan gelinkt een performance. Oké, dus het was ook meteen weer de slashy. Het was niet maar één ding. Ja, nee, precies. Nee, ik wil nooit maar één ding. Dat klopt. Maar het... want dat ging ook smooth sailing. Was ook van, ik ben een boek aan het maken. Ik wil de nummers bij. Ja. Oh, zullen we in de studio gaan? Maar niet dat het niet hard werken was, want dat was het wel. Uiteraard. Maar ik weet niet of jij dit ook had, maar ik had wel dat op een gegeven moment was mijn woonkamer zat helemaal vol met al mijn boeken. Ja. En iedereen die zei van, oh, wauw, ben je trots. En ik had eigenlijk zoiets van, ja, daar is het. Want ik heb dit gemaakt. Dus niet een... Het was niet zo euforisch als een wauw, kijk. Misschien als hij dan in een winkel zou liggen of zo, dat het toen eerder was. Maar ja, toen je zit nu met al die boeken die je heel graag wilde. En nu ik had 500 boeken. Ja, hoeveel? 500. Oh, ja. En als dat dan hier... Ja, flink wat dozen. Dus. Ja, al die cd'tjes erin geplaatst. Ja, dat was toen nog. CD's. CD's, ja. Die ronde schijf. Ja. Oké, en dan doen we een kleine fast-forward. Ja. Behalve boeken, muziek heb jij ook gedaan. Hebben wij ook samen gedaan. Zeker, ja.
En, maar alles, volgens mij wat je aanraakt, je werk. Ja. Hip-hop is een belangrijke leidraad in jouw leven, in jouw makerschap. Ja, zeker. Ja, ik wist dat niet. Ik weet dat niet... Bewust? Bewust. Ja, hardcore zeg, ik weet niet. ik wist dat niet bewust, maar... als ik er over nadenk en over praat, dan is dat heel obvious eigenlijk. Mm-hmm. En in alles wat... Het gaat gewoon mee. Het is niet dat ik zeg, oh, ik doe dit want het is hip-hop. Ja. Maar dat gaat gewoon mee. Oeh. Ja. Ja, want dat wij gingen rappen, dat was wel echt girl dream, weet je wel. Ja, en, ik wil mijn eigen formatie. Ja, ik wil gewoon optreden. En dat was ook best wel een slashy, toch? Want ik Absoluut. Ging het managen en de concepten, video's geproduceerd. CD, alles. Zelf. Timo, CD, alles. Ja. Ja, dit zijn wij onder andere, maar jij deed alles. Ja, in Zweden en in Denemarken. Ja, dus dat was ook gewoon heel leuk om te doen. En dat was een hele andere part of me dan de poetry poetica, weet je wel? Ja. Dus dat was gewoon een different kind of energy wat eruit moest. Even een kleine pin erin, want voor de mensen die denken... oké, maar ik wil best wel weten, de poetry, Tika, daar wil ik van zien. We hebben een beeld van jouw beginfase. Een van de eerste filmpjes volgens mij van jou... Ja. Waar de vlinder uit de cocon komt, oh. Butterfly. Ja. Gaan we even nu naar kijken. Nou, daar gaan we niet naar kijken. Jawel, daar gaan we wel naar kijken. I would rather be a butterfly. To live one day intense, fly around spreading love. Until the end. Als je hier zo naar kijkt, ja. Hè? dit is een van je eerste video's die je dan hebt gemaakt. Ja. Als je dan kijkt naar waar jij nu staat als maker. Mm-hmm. Waar stond je daar? Waar sta je nu? Wat leren jullie van elkaar? Toch gewoon om te maken. Mm-hmm. Want ik was zo nieuwsgierig en ik had zo gewoon scheid, weet je wel. Ik had gewoon heel veel energy om gewoon het eruit te gooien. En gewoon te gaan. Dus, en als ik daarna dus ook het even heb laten liggen, dat is ook niet erg. Maar ik voel wel nu weer dat ik een hele nieuwe energy heb om ook weer te gaan, maar op een hele andere manier. Nice. Ja. Ja, want hele andere manier gesproken. Zoals we zien, praat Tika lekker veel met de handen. Maar letterlijk en figuurlijk. Want taal is jouw ding. Maar jij doet ook dus aan gebarentaal. Ja, ja, nou, ja ik, het is niet dat ik kan vertalen of zo. Maar het, en je moet ook blijven oefenen. Mm-hmm. Maar ik heb samen met mijn vriendin Yvette van Beers. Shout-out naar Yvette. En wij hebben samen... cursus gebarentaal gedaan. Gebarentaal. Ja. Gebarentaal? Ja, je ziet ons op de achtergrond. Gebarentaal. En ik ken haar we kennen elkaar van dansen en hip-hop dansen. We deden auditie voor een hip-hop musical. En zij wilde altijd al gebarentaal doen. En ik deed heel veel cursussen, omdat ik uiteindelijk mijn opleiding nooit had afgemaakt. En toen hadden we bedacht van hoe vet zou het zijn als je gebarentaal en hip-hop dansen samen kan combineren. Omdat hip-hop is heel veel met gevoel. It's a feeling, ja. Ja, en dat je dat dan, dat we dat dus dan samen kunnen voegen. Ja. Oké, okay. Nice. En dan heb je dansgebaar. Ja, dansgebaar. Ja, dus, maar omdat je moet blijven oefenen. Dus we moesten weer onze dansen oppikken. We waren 3 kinderen verder. Ik had er 1, zij had er 2. En dus we moesten weer
weer gaan, niet opnieuw gaan dansen, maar wel weer. Refreshen. Ja, en we moesten weer gaan dansen en we moesten refreshen om de taal weer onder de knie te krijgen. Mm-hmm. En ook gefocust op dans. Dus ja, weet ik veel, een bounce bijvoorbeeld. Of dit is mijn favorite. Breakdance. Dit is het. Het zijn. Dit is breakdance. I love it. Ja, dus. Bounce. Ja, breakdance. Ja, dus ja, want als je het moet uitleggen, weet je wel, of als iemand last heeft of dat ze hulp nodig hebben of whatever. Ja, dus daar gingen we mee oefenen. En toevallig is dit een dove dansleraar uit Engeland. En we hadden een workshop bij hem gevolgd. En hij zei ook, het heeft hem 4 jaar geduurd om zijn doelgroep te bereiken. Want je moet en doof zijn of slechthorend. En van hip-hop houden. Ja. En nog willen dansen. Dus It's, het is niche. Ja. Ja. Dus, maar ja, then COVID came. En ja, je wil het niet online doen. Dus nee, dan moet je wel echt inderdaad. Ja. Dus dat gaan we wel weer oppikken als Rona's gone. All right, dus er zit een kleine holtje in. Ook iets wat is gaan bloeien tijdens Rona. Nou ja, een to-be verhalenwinkel, sterrenstof. Ja, zeker. We wilden eigenlijk een fysieke winkel. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn we best wel blij dat het nu niet een fysieke winkel is. Naast Rona. Maar nu kunnen we gewoon veel meer andere vormen gaan exploren over wat het moet zijn. En, mm-hmm. Want we willen wel nog steeds een magische winkel neerzetten. Maar nu geven we kinderboekentips. Of we hebben het over seizoenen. En willen we jong en oud connecten samen. Dus wel nog steeds de magie erin blijven houden. Dat doen we met Sterrenstof. Sterrenstof Amsterdam. Houd het in de gaten. Oké, voor de mensen die vaker kijken, die weten, ik heb normaal deck of cards. En dan doe ik altijd heel spannend. And now we leave it up to faith. En dan heb je kaarten. En uit die kaarten ga je eentje kiezen. Ik ben mijn kaarten vergeten, maar no worries. I got questions. En dan mag je gewoon kiezen links of rechts, A of B. En dan krijg je van mij random vraag. Timo, wil je beginnen? C. All right. A of B? Jij mag kiezen. Oh, ja, A. A. Oké, dan doe ik B. Nee, geintje. Daarom zei ik C, maar... Wat betekent succes voor jou? Poeh. Ja, en dat kan morgen iets anders zijn of gisteren ook. Maar als je er nu aan denkt, wat betekent succes voor jou? Wil je ja, voor mij is het vooral dat ik mijn eigen ding kan doen. En ja... Het maken van een boek hoort daarbij. Mm-hmm. Of ik heb ook een game gemaakt. Gewoon mijn eigen ding kunnen doen en mijn eigen projecten kunnen doen. En daarnaast ja, dat je dat gewoon kan doen. Je eigen ding doen. Wat betekent succes voor jou? Same. Dat je die vrijheid hebt om jezelf zo creative mogelijk te kunnen exploren. Mm-hmm. Want vaak lukt dat niet vanwege tijd of geld. En ik hoorde jou net zeggen, en ik ben benieuwd, hoe kijk je daar tegenaan? Hè? Als je, Tika zei net, je moet vooral gewoon maken. En eigenlijk gewoon scheid hebben. Gewoon gaan durven. Heb jij ben dat ook, niet scheid? Ja, je moet gewoon heel veel maken en heel veel doen. En dan, ja. Dan kom je... Dan komt het wel, denk ik. Maar... Want het is ook niet erg als het whack is of zo. Mm-hmm. Weet je? It's part of the process, toch? Ja, je moet ook door de shit heen. Ja. Zeg maar. Ja, zeker. Dat is met schetsen zo en, ja. Dat je denkt, dit vind ik niet tof, dit vind ik wel tof. Maar als je het doet, want nou ja, net als wat je zegt... eerst staat het bijvoorbeeld allemaal in computer, op een gegeven moment op het papier... maar nu ben je bij canvas terechtgekomen. Ja, mijn eerste schilderij sloeg ook helemaal nergens op, zeg maar. Of ja, mijn gouache, dat liep gewoon volledig uit. Je weet niet hoeveel water je nodig hebt. Of je weet niet hoe die techniek werkt. En dat is ook het leuke, zeg maar, nieuwe dingen leren. Ja. En ja, of ik dat nou digitaal doe of op een doek... Uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. Alleen dat rechter is nog nieuw voor me, zeg maar, dat doek. En ja. Ja, dat maakt me excited. En dat is ook, denk ik, wel een beetje terugkerend van al die projecten. Dat je wil niet dingen op de automatische piloot doen. Nee, dat moet je wel blijven triggeren. Met klanten is het soms wel zo. Mm-hmm. Omdat je gewoon gevraagd wordt voor dingen die je 3 jaar geleden hebt gedaan. Ja, dit, ik wil dit. Maar wel... Ja, precies, ik wil dit, maar dan... En eigenlijk vaak... Ja, heel vaak zit er niet zoveel creativiteit in bij die art directors. En misschien is dat deels omdat ze een ding moeten verkopen. Maar het is gewoon letterlijk... Als jij een klus voor BMW wil doen... en je hebt geen auto's in je portfolio...
getekend. Dan word je niet. No way dat het bij jou terechtkomt, zeg maar. Mm. Ja, want maar dat kan je ook voor je gebruiken. Dus als jij t-shirt wil doen, dan moet je dat tekenen. Dan moet je dat vooraan in je portfolio zetten. Mm-hmm. Nice. En is het nu zo bijvoorbeeld inderdaad... want je bent nu bijvoorbeeld meer aan het schilderen. Ja. Begin je dan... Komt er toch nog digitaal bij of schetsen bij? Ja, ik schets juist weer digitaal. Dus eigenlijk is het een beetje een omgekeerde wereld. Hey. Ah. Dus ik schets alles op de iPad met een iPad pencil. En dat is gewoon heel handig. En dan kan je ook gewoon snel dingen uitproberen. En doen wat dan ook. Of kleuren veranderen. En daarna ga ik naar een doek toe. Dus dan ga ik daar de kleuren bij mengen en zoeken. En zijn het dan de exact colors die je had gebruikt? Nee, helemaal niet. En dat hoeft ik helemaal niet van. Ja. Maar het is meer gewoon, hey, gaat dit werken of niet? En een beetje het contrast, zeg maar. Ja. Yeah. Nice. All right. Wie of wat is je grootste inspiratie? B. Nee. B. Ik wil ook een kaart. Jij mag... Ik denk B, bedoel je B-A-E? Oh. Nou, Erin is je grootste inspiratie. Wie is mijn grootste inspiratie? Ja, wie of wat is je grootste inspiratie? Het is zo grappig, want als je ouder wordt, dan heb je er nooit eentje of zo. Dus als ik dan terug naar childhood moet gaan, dan is dat Tupac. Ja. Is dat Tupac. En grappig dat ik Tupac zeg, omdat ik normaal zou... kleine Tika zou dan zeggen, left eye, weet je wel? Ja, tof. Ja, maar omdat... Ja, nou, allebei dan. Oké, fine, allebei. Allebei. Ik kan steeds zelf. Ja. Wie of wat is je grootste inspiratie? Jijzelf, zeg gewoon jijzelf. Nee. Ja, heb ik niet echt, denk ik. Ik heb niet één ding wat... Nee, maar het is volgens mij heel moeilijk. Inderdaad. Het hoeft ook niet één ding te zijn, maar wel iets waarvan je zegt... Ja, dat geeft me wel... Ja, het zijn heel veel dingen die me inspireren. En het is ook niet achter een computer zitten en op vakantie gaan. Maar het is ook mensen die je natuurlijk op Instagram volgt. Heel veel contemporary artists. Maar het zijn ook gewoon Picasso en Matisse, ja. Nice. Ja, love it. Super cliché bijna, maar het is wel iets wat mijn ouders ook lieten zien toen ik jong was, zeg maar. En daar zit ook al die abstractie in of zo. Ja, maar clichés bestaan niet voor niets, hè. En dat mag, als het voor jou legit is, dat... Nee, zeker. Ja. Dat is het enige wat belangrijk is, toch? Nou, Timo, A of B? Ik mag wel kiezen. Nee, ik jok, ik ben gewoon aan het maken. Nee. Oké, als je... even kijken, hoor. Vind ik leuk, of ga ik even... Oh ja, wanneer weet je dat je werk af is? Wanneer is iets af? Ja, voor mij is dat meestal best wel snel. Dus als ik bij iets figuratiefs, dan weet je gewoon, oh, dit ideetje werkt. Mm-hmm. En ik ga niet heel lang zitten over de uitvoering. Dat is gewoon gaan, zeg maar, maken. Gaan, maken, go, juiste kleur erop dan. Ja, en met mijn painting zei ik hetzelfde. Het is gewoon een soort van abstractie. En dat is veel minder figuratief. Dus dat is gewoon, ja... Oh, nice. Ook, dit is dan meer met de negatieve ruimte, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat er een vogel tussen zit. En is het, want ik denk, hè, vooral als ik naar je werk kijk, ik zie heel veel. Weet je, het ziet er. Het is gewoon strak, het is gewoon niet simpel, want simpel doesn't do it right. Maar het is gewoon heel duidelijk, maar je hebt niet te veel poespas eromheen, een paar kleuren. Het is heel erg maar naar de essentie terug of zo. Ja. Omdat ik dat zelf fijn vind ook. En als ik heel veel dingen ga toevoegen, dan werkt het ook niet meer voor me vaak. Geen kladder, geen onnodige dingen. Wat er niet op hoort, is er niet. Ja, maar dus misschien, als ik terwijl ik deze werk zie, niet helemaal waar. Maar goed. Ja. Die niet. Deze niet. Maar vaak is het wel inderdaad gewoon zwart-wit, geabstraheerd, niet complex. Ja. Ja. Maakt het dan dat het daardoor makkelijker duidelijk is wanneer het af is? Ja, want je stijl is natuurlijk altijd wel een soort van houvast. Mm-hmm. Dat is stijl, zeg maar. Het is gewoon dingen die je langzaamaan vergaard hebt. En dat maakt het ook veel makkelijker om te maken. Want je hebt je stijl als soort van backup. Ja. Ja, ik weet niet voor wat, maar wanneer is iets af? Ik kan heel goed stoppen. Ja? Ja, ook als ik een poem schrijf of iets, ik weet precies wanneer ik moet stoppen. En is dat gewoon feeling volgen? Of, want ja, je hebt wel, soms poems die kort zijn, je hebt soms die lang zijn. Ja, het hangt af wat voor poem het dan is of zo. Mm-hmm. En maar ik weet precies wanneer ik moet stoppen. Oké, okay. Ja. Dat is wel lekker. Ja, maar ja, ook met project of iets, ik weet wanneer ik moet stoppen. Dan stop. En want ik weet ook dat jij heel veel... jij werkt graag met je loved ones, met
mensen die, weet je, je beste vriendin, daar hebben jullie samen de verhalenwinkel mee. Mm-hmm. Maar ook met je broertje bijvoorbeeld, je broer. Ja. Masfar Project. Hoe belangrijk is familie, familiekring, chosen family of geboren in, voor jullie werk en voor jullie makerschap? Ja, man. Ja, maar ik heb met mijn broer heb ik wel echt een hele goede. Ik heb een hele goede band met Jun, shout-out. En ja, wij zijn nu de Masfar Project begonnen. Want hij is ook heel creatief, maar op zijn tempo. Mm-hmm. En wij zijn nu aan het uitzoeken wat we aan verhalen terug kunnen halen vanuit mijn vaders kant. Mijn vader is Indonesisch, ja. Mijn moeder is Filipijns. Dus dat gaan we ook nog doen. Maar ja, ik vind dat heel belangrijk. Ik ben heel blij dat ik dat niet alleen hoef te doen. En dat ik dat dan samen met hem kan doen. Mm-hmm. Weet je? En dan, als jij een goede vriendin van je hebt met wie je kan sparren, weet je wel. Dat is gewoon beautiful als je dat kan delen met iemand. Weet je, dus dat. Ja. Dat vind ik heel belangrijk, ja. Dus, nice. Ja, dus ja, ik ben heel blij dat we. Want we hebben nu samen een kantoortje. En we gaan nu steeds vaker brainstormen. En we hadden samen ook aan een ander project hadden we gewerkt over anti-Aziatisch racisme. Mm. En dus, mm-hmm. Ja, dus dat is ook dus wel iets wat me als, als creative, dat nieuw is voor me. Omdat ik nooit hiervoor me wilde wagen aan mijn Asian zijnde. Mm-hmm. Ik wilde nooit die Asian chick zijn als poetry performer. Want? Of, had je daar een speciale reden voor? Of? Nee, dat was meer een gevoel. Dat was meer dan een stempel wat ik dan zou krijgen. Oh, ja. En ik wilde ja. die stempel niet. Want voor mij was het eerst Tika first, weet je wel. Yes. Ik wil eerst praten vanuit mij. Dus daarom had ik ook nooit gedichten over mijn roots, roots of zo, weet je wel. En, eigenlijk sinds een paar jaar dat mijn ogen zijn geopend daarin. En dat ik denk, holy moly. Dit kan ook nog. Ja, ik ben echt heel, heel diep daarin gegaan. In echt gewoon een hele vette ancestral energy. Wat me weer nieuwe stappen gaat geven. Mm-hmm. Weet je? En dus samen met de search met mijn broer in de Masra Project. Maar ook weer in mijn poetry. En dat gaat dan weer door in mijn andere dingen. Dus dat hou ik nu gewoon bij me. Dus die portal is nu gewoon geopend. Nice. Ja. En voor jou, je kring? Ja, zeker. Niet met mijn ouders per se of zo. Niet een hele close band. Maar natuurlijk wel een boek gemaakt over mijn vader. Ja. Maar je vrouw vertelde, die heeft bijvoorbeeld, die is ook... Ja, die is ook kunstenaar. En die is, hebben we ook een boek samen gemaakt. Dus, en ook met mijn broertje heb ik een game gemaakt. Ja, super nice. En ja. is dat een organische samenwerking? Of is dat iets waarvan je denkt, dit wilden we eigenlijk altijd al doen en nu kan het? Ja, eigenlijk wel, omdat we inderdaad altijd al een game wilden maken. Mm-hmm. Maar ik zeg game, maar het is eigenlijk meer een soort van interactieve illustratie of bijna een soort van artwork, zeg maar. Ja. Maar het is een artwork waarbij je een beetje... Een soort van leg jij het eens uit. Ja, ik vind het is tof. Je kan hem downloaden op je telefoon in de app. En inderdaad, je ziet meteen jouw handtekening. En eerst denk ik, hoe werkt dit? Ja. Right? Want wij zijn gewend dat alles voor ons uitgelegd wordt. Hier staat het niet, dus je moet zelf figuren. Dan ga je schudden met je telefoon en dan zie je dat niet werkt. En dan mag je het aanraken en dan komt het tot leven. En dan kan je dus spelen, want je moet een balletje... Een paar figuren die zijn de weg kwijt en die moet je dus helpen op hun plek te komen. Maar de staf gaat gewoon leven terwijl je het speelt. Ja, het is inderdaad helemaal niet spoonfeeden van wat je moet doen. Nee. Tegenovergesteld. Is dat een bewuste keuze? Dat is een hele bewuste keuze. Omdat het moet meer als artwork aanvoelen. En mensen moeten zelf uitvogelen en een beetje hun eigen creativiteit inzetten. En een beetje proberen een soort puzzel op te lossen inderdaad. Het balletje van de ene plek naar de andere plek te brengen. En ondertussen allemaal een soort van Rube Goldberg-achtige contraptions en zo proberen op te lossen. Ja, het is ik wilde nog iets zeggen, maar... What can I say more? You need to play it. Download hem, check hem. En jullie gaan dan... Hè, want dit is bijvoorbeeld dan... New thing, game. Of, het is geen game inderdaad, het is meer dan een game. Ja. Maar jullie slaan dan nieuwe weg in, hè? In je makerschap. Hoe pak je dit aan? Of zie je het niet als... Ik ga nu een nieuwe weg in. Ja, voor mij juist wel heel erg. Mm-hmm. Wederom, zeg maar...
wat kan ik toevoegen aan mijn illustraties? In dit geval is interactief maken. En wat kan je er meer mee doen? En ook een beetje tegen alles in, zeg maar. Want ik wil juist zo ver mogelijk van een Angry Birds-achtig ding, zeg maar, wegblijven. En dat is allemaal heel erg poppy, kleuren. Het is allemaal over de top en allemaal heel schreeuwend. Dus ik wilde juist het tegenovergestelde daarvan doen. En dat is gewoon zwart-wit op je telefoon, zeg maar. En, en het is ook een samengewerkt met een sound designer. Dus het is heel erg een soort van ambient-achtige soundtrack. En omdat je er zelf mee speelt, beïnvloed je die soundtrack als het ware. Mm-hmm. Oh, en dat vond ik gewoon tof eraan. En ook dan weer met iemand nieuw werken. En dat geeft ook nieuwe energie. Nice. En is dit dan... Smaakt dit naar meer voor jou? Ja, ik ben nu ook bezig met een nieuwe game. Mijn broertje. Oh, nice, we, primeurs. Love it. Dus eigenlijk wil de ambitie is om iets voor Nintendo of zo te maken. Dus dat je het echt nog een stapje verder brengt. En ja, die game heet Invert. Mm-hmm. En, lijkt het hierop of is het iets totaal anders? Het lijkt er wel een beetje op. Maar het gaat waarschijnlijk wel iets meer om een karakter draaien. Mm-hmm. Dus iets meer een platformachtig, zoals Mario. Oké, nice. Maar dan wel in diezelfde stijl, of mijn handtekening, zeg maar. En awesome. Niet echt een platformer, maar wederom best wel een abstract ding. Dus gewoon een wereld waar je doorheen loopt. En we hebben ook het idee om dat ook weer een beetje aan mental health-achtige dingen te koppelen. Nice. Zodat er een level is van de perfectionist. Wel of van 2D? Imposter syndrome, ja, super 2D. Ja. En ook, dan werk ik samen met een muzikant, een vriend van me. Hij heet Kaisen en hij maakt ook super toffe muziek. En hij gaat dan de soundscapes doen voor die levels. En nice. En dit komt sowieso, dus het klinkt alsof... Nou ja, we zijn ermee bezig. Maar het is ook met een game, als je iets maakt... Uh-huh. Dan breekt er ook tegelijk. Ja, het is heel erg zo van, oh, we zijn verder. Oh nee, kut, we zijn weer bij het begin. Ja, dus op en neer. Dus maar jullie misschien moeten wel... we dat nog meer contained maken en kleiner maken. Want anders ben ik bang dat het nooit afkomt. Oké. Dus dat is een beetje de struggle waar ik nou in zit. Oké. Ja. Maar kom, dus, en is dit dan stiekem toch iets wat op een bucketlist stond zou? Een game maken. Ja, en vooral ook... Ik heb met mijn broertje gemaakt, die andere game. Hij, heeft het, hij is de developer, zeg maar. Mm-hmm. Hij heeft de code gedaan. Ja, ik kan me gewoon herinneren dat we samen Zelda speelden achter, op de Nintendo, zeg maar, op mijn kamer. En yeah. Dat je dan nou bijna op een punt bent dat je misschien niet voor Nintendo gaat uitbrengen. Dat is gewoon super sick. Dat is beyond. We zijn daar nog niet, hoor. Maar dat is gewoon de dream, zeg maar. Dat is de dream. Ja. Maar hoe fijn is dat niet dat fijn, je... hoor. Dat je dat met je broertje kan doen. Ja. Ja, dat is en de manier waarop jij het nu zegt, denk ik... Oh, jullie zijn daar. Ja. Het is nog even nog niet daar, ja. Maar... Ik hoop het. Maar het kan nog 5 jaar duren, weet ik veel. Ja, ja. Nou, we're waiting. En in de tussentijd kunnen we genieten van alle andere dingen. En misschien ga je wel nog groter... Ja. Weet ik veel. Wie weet dat je volgende keer weer bij murals maken of zo. Ja, nee, zeker. Ook... Lijkt me ook leuk. Ja? Ja. Wat is voor jou... De ontwikkeling? Ontwikkeling? Nou, ik ben met 2 dingen wat ik, waar ik mee bezig ben. Of wat ik nog in het verschiet heb staan. Dus dat is 1 is mijn kinderboek. Ja. Dus ik ga bij Rose Stories ga ik een kinderboekentraject in. Dus daar ben ik heel erg blij in. Blij mee. Mm-hmm. blij mee. Dat is een publisher. Ja, Rose Stories is een publisher. Alleen zij publishen dus sinds dit jaar geen kinderboeken meer. Ja. Maar zij doen wel een kinderboekentraject. En dus daar mag ik dan wel aan deelnemen. Dus dan word ik wel begeleid met de redacteur en gekoppeld aan een illustrator. Want ik wil gewoon hulp daarbij. Dus ik heb alles wel ready. Maar ik wil een kinderboek wil ik niet in mijn eentje doen. Daar wil ik gewoon hulp bij. Maar die vernieuwing van Tika, de artist. Het lijkt misschien wel zo dat jij elke keer dan... weet je wat? Next stage en dan duik je in een andere discipline. Of misschien is die dan voorop. Ja, precies. Want dat kinderboekidee staat al heel lang. En ik ben blij dat het nu van de grond gaat komen. en dat andere is een podcastserie wat ik met mijn vriendin wil maken. En... dat gaat over tijd, dus waarin we dus heel erg gaan filosoferen over tijd en een alternative use of time. En waarin ik tijd? Weer, ja, tijd. Hebben we nog? waarin we dus allemaal verschillende mensen willen interviewen. Dus een econoom willen we interviewen. Of een, maar ook een astroloog. Maar ook allemaal verschillende mensen die in hun vak met tijd te maken hebben. En daarover filosoferen en daar een gedachteopdracht aan hangen.
gedachte-experiment aan hangen. Ja. En komt er dan... Nee, dat ga ik niet stellen. Ja, ga ik wel doen. omdat toch ergens altijd hip-hop, weet je, op een of andere manier erin zit bij jou. Maar dat is volgens mij gewoon... Because that is who you are. En yeah. Maar zit dat hier dan ook in? Of is dit weer iets heel anders? Ja, ik weet het niet. Ik denk als we het dan hebben over philosophy, weet je wel. Philosophy komt ook heel erg terug in hip-hop, weet je. En je kan het altijd wel koppelen aan het. Maar het is niet dat ik vanuit daar denk en het dan eraan koppel. Het gaat meer the other way around. Dat ik denk, oh ja, dat hangt er ook nog aan. I did. Oké. Okay. Ja, ik zit te kijken, waar stel ik in de tijd die we hebben nog een vraag dat ik niet zo de helft moet zeggen. Oké, I'm sorry. Ja. Maar, want ik wil natuurlijk nog, en ik zit te kijken, ik zou je nog een AB geven, right? Of niet? Heb je die al gegeven? Nee. Oh, oké. Okay. Wat wil je, AB? A. Oké. Hoe zou je Tika, the artist, omschrijven? Oh. Mag ik B? Ja. Wat is je drive? Ja. Wat is mijn drive? Dus je zegt B. Ja. Oh, wat was A ook alweer? Nee. Hoe zou jij Tika de artist omschrijven? Met zo niet te veel. 2D. Twee woorden, twee kleuren. Ja, creative maker. Mm-hmm. Nee, die heb ik al gebruikt in het begin. Dus een creatieve maker. Ja. Alternative words. words explain words. Ja. Nou, het woord is wel echt jouw woord. Even kijken. Ik denk wel kwetsbaar, maar wel energiek. Of andersom, eerst energiek en dan kwetsbaar. En er zit ook wel altijd wel iets vrouwelijks in. Ja. Ja. Timo, hoe zou jij jezelf omschrijven? Kunstenaar. Illustrator. Ja. Kunstenaar, illustrator. Boring, maar... Die woorden zijn kwijt. Je hebt, welke kleur ben jij? Als je een kleur bent... Ja, ik werk alleen maar zwart-wit, maar het zou gek zijn als ik zeg dat ik zwart ben. Let's do it. Ja, misschien welke kleur, misschien toch? Is dat een gevoel? Is dat een... Ja, ik gebruik geen kleur en ik breng dingen terug naar de basics, zeg maar. Dus. Nice. Ja. I like that. Ja. Nice. Toch? Ik ga jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek. Vond je het een beetje gezellig? Ja. Yeah. Thanks for having me. Ja, absoluut. Absoluut. Thanks for being here. Nogmaals, mochten ze deze willen, de mensen die thuis kijken... Yeah. Of als er een winkel kijkt die denkt... Yo, maar ik wil dit in een store hebben. Mendo. Waar moeten ze jou contacten? Nee. Mendo. Shout-out, ja. Mendo. Dat kan via mijn website. Yeah. Timokelder.com. Timokelder.com. Gewoon luid en duidelijk. That's slash it. /boek. Maar je kan ook gewoon boek aanklikken en dan kan je hem kopen. Super nice website heb je bij. Ik vind gewoon, jouw handtekening is super duidelijk. Yeah, en tegelijk, ik vind het heel mooi dat je tekeningen af en toe tot leven komen. Ik ben ook heel benieuwd waar het naartoe gaat. En de game. Maar nu toe denk ik alleen maar... Wauw man, je zal maar Timo Kelder zijn gewoon, toch? Right. Ik vind dat tof. Ik vind dat heel tof. Ja, thanks. Ik ben echt heel blij ermee. Yes. En Tiki, jij ook ontzettend bedankt voor being here. Ja, thanks dat ik bij je aan tafel mocht schuiven. It's funny, right? Ja, ik vind het tof. Ja. En dat ik dan ook weer nieuwe dingen van je ontdek. Oude verhalen nu net iets anders hoor. Dat ik denk, oh wauw, wist ik het niet. Dus tof. En wat er aan mag komen, nou ja, sowieso dat kinderboek. Ja. Maar ook sterrenstof. Ja, sterrenstof. Ja, Masfar Project, die gaat weer. Ja, precies. En ik denk dat ik nog een aantal dingen ben vergeten. Of niet vergeten, maar nu niet heb genoemd. Ja, we moeten je gewoon in de gaten houden. Heb je ook een overal, zeg maar, één webpagina waar we al die slashes kunnen aanklikken? Of? Nee, ja, dan is dat toch Artistica op Instagram. Ja. But I is private. Je moet toestemming krijgen om haar te volgen. Oké. Sterrenstof. Dansgebaar. Stormy Weather Thoughts, daar staat mijn poetry op. En artistieke. Als je sowieso artistieke in de gaten houdt. Ik ben toch heel benieuwd tot wij, het zij of digitaal of echt die deur open kunnen doen. En die verhalenwinkel, die magische plek in kunnen lopen. Ja. Ja, en dat gun ik iedereen. Ja. En wie weet ligt er dan
ook wel een boek van Timo of een illustratie op een hele andere manier. Oh yes, ja. Achtste druk of zo. Let's do it. Let's make it happen. Nou ja, hou ze alsjeblieft dus in de gaten. Nogmaals ontzettend bedankt voor het maken, voor het zijn, voor het delen met de kijkers. Jullie bedankt voor het intunen bij Uncovering Creatives. En hopelijk ben je er de volgende keer weer. Spread the word. En check sowieso alle toffe programma's van Pakhuis de Zwijger. Er is genoeg. Kies eruit. Pay as you like, zodat we dit soort dope dingen kunnen blijven doen. En de volgende keer ben ik er hopelijk weer. Mijn naam is Jennifer Munslag. Dankjewel. Tot ziens.